Maar het allemaal begon een optreden in de Nieuwe Lichting. De Nieuwe Lichting. Wie wordt de nieuwe Lichting? Dat is de hamvraag natuurlijk. En het is nog één dag. En dan sluit de deur naar de Nieuwe Lichting genadeloos. Dus er zijn vandaag op de valreep nog een hele hoop bands komen aandraven met hun muziek. Zoals deze heftige gitaren uit Gent, bijvoorbeeld. Nee, Genk. Ze heten Splendidola. Ze hebben al een plaat uitgenomen, Post Mortem. En dat hebben ze gedaan in hun eigen studio. Het album dat komt ook uit, 14 december. En ze hopen natuurlijk met de Nieuwe Lichting om nog verder te geraken dan dat ze nu al zouden doen. En als je na al dat headbangen je energie even kwijt bent, dan hebben we ook nog dit in de aanbieding.